Oké, we zijn weg hoor. Spannend. Dag vrienden van Zeroop, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben toegekomen in Portugal voor de IPC Driver Challenge en ik ben kapot. Ik ga in bed kruipen, want morgen is een grote dag. Goedemorgen. Ik ben hier voor de IPC Drivers Challenge en de IPC staat voor International Post Corporation ofzo. Kort samengevat, er zijn hier postbodes van verschillende landen die het tegen elkaar zullen opnemen om zo ecologisch mogelijk te rijden. En ik ben uitgenodigd om dit evenement in beeld te brengen omdat ik een YouTuber ben die ooit postbode was. Bpost zit er dit jaar ook bij, dus stiekem hoop ik dat Bpost gaat winnen dit jaar. En dit alles gaat door op Circuito Estoril, blijkbaar een vrij bekend circuit. De postbodes moeten verschillende testen doen, zoals een tire replacement test. Eigenlijk zo vlug mogelijk een band vervangen. Een agility test. Agility test. En dan moeten ze nog zo ecologisch mogelijk rijden op een circuit, maar ze mogen natuurlijk ook niet te traag rijden. Ze moeten een mooi evenwicht zoeken tussen een goede tijd en ecologisch rijden. En tot slot moeten ze ook nog eens rijden met elektrische auto's. Ik wist totaal niet dat dit evenement bestond, maar ik ben nu wel heel benieuwd. Ik heb al gemerkt dat de postbodes echt wel gedreven zijn en echt willen winnen. Dus dat wordt leuk, hè. Ieder team van postbodes is nu nog keihard aan het overlopen. Hoe dat ze het gaan aanpakken, ze zijn wel heel precies bezig. Het is een beetje gelijk Formule 1. Die mannen nemen iedere bocht serieus. Vandaag wordt er niet gereden met deze auto's, maar met deze auto's. We hebben PostNoord, PostTief, Bpost, Correos, PostNL, PostNorsch, misschien spreek je het uit als PostNorsch of zoiets. CTT, La Groupe La Poste. Ampost van Ierland doet ook mee. En die zijn een klein beetje benadeeld, want die moeten eigenlijk plots aan de andere kant van een auto zitten en anders rijden. De Belgen gaan er ook wel voor, die zitten heel tijd te doen. Het zijn ook de enigen die een korte broek dragen. Nooit gedacht dat Belgen het meest voorbereid zouden zijn. Hier moeten ze zo snel mogelijk een band vervangen op een auto. Zelf heb ik nog nooit een band vervangen, dus ik zou er echt slecht in zijn. Ierland gaat beginnen aan de manoeuvretest ofzo. Ze moeten allerlei heel krappe bochten nemen. Achteruitrijden, achteruitslalomen, van alles parkeren, uitrijden. Je weet wel, al die dingen dat iedereen een beetje moet doen op hun rijexamen, maar dat is 1000 keer moeilijker. En op tijd. Kom aan Belgen, we maken niet erin af. Voilà, het zit erop. Iedereen heeft zijn ding gedaan. Ik weet nog niet wie dat er gewonnen heeft. Maar ik heb wel het gevoel dat de Belgen vrij hoog staan. En de Nederlanders spelen met de scooters. En we sluiten deze dag af met een prijsuitreiking. Hier in deze zaal. Een beetje de Olympische Spelen van de postbodes of zoiets. Echt, ja? Moest ik nog postbode zijn, ik had sowieso gewonnen hoor. Postie. Transport. CTT. De Portugezen hebben dus hun thuismatch gewonnen.
jongens en meisjes, we sluiten dit evenement af nog met een gezellige avond, wat lekker eten en drinken. Ik ben blij dat Bipost toch tweede is geworden, wat een heel mooie plek is. Proficiat ook aan de Portugezen met een gewone thuismatch. Dankjewel IPC voor de uitnodiging en ik zie jullie waarschijnlijk volgend jaar terug, hopelijk. Bye!